gesproken met Michel Segers. En Michel staat op plek 5 van de kieslijst van het CDA. Hij vindt vrijwilligerswerk belangrijk en is zelf ook actief vrijwilliger bij de sportvereniging waar hij lid van is. Wat is jouw rol binnen de vereniging? Ik ben lid van de seniorencommissie en ik organiseer de recordavond elke maandagavond samen met Ruud. Ik organiseer de clubkampioenschappen en ik doe ook één keer per jaar organiseren we een meer voor mannendag. Dat is dan alleen voor mannen. Dus, uiteraard hebben we natuurlijk ook al een vrouwendag, maar daar mag ik niet bij zijn. Nee. Dus, nou, we lopen nu even naar de kinderspeelplaats. Waarvoor wordt dat gebruikt? Dat is voor de kleine kinderen. Als ouders komen tennissen, dan kunnen de kinderen hier veilig spelen. We noemen dat dan ook de Anonymusjes. Ja, hier heb je de kantine. Deze hebben wij vorig jaar verbouwd. We hebben de hele bar aangepast. We hebben een nieuwe vloer erin gedaan. We hebben een nieuw meubilair gekocht. En dat hebben we met elkaar gedaan, met allemaal vrijwilligers. Michel, wat is de waarde van een vereniging? De waarde van een vereniging? Ik vind het heel erg belangrijk dat de club draait op vrijwilligers. En dat het geen commerciële instelling wordt. Als je lid wordt van Anonymus, dan moet je ook vrijwilligersdienst draaien. En dat betekent dus inderdaad één keer per jaar een groen onderhoud, schoonmaakdienst of bardienst draaien. We doen alles met elkaar, samen, voor elkaar.